ook de foto van LVV-minister Prahlad Soedien prijkt op de koffer van het boek van Gerard van den Berg. Het boek dat volgens president Chandrika Prasad Santokhi uit de handel moet. Aan de minister van LVV vroegen wij wat hij zelf vindt van alles wat er wordt aangegeven in het boek van Van den Berg. En de minister die is er daarop ingegaan. Hij is er verder ingegaan op de gronden rond de komst van de Mennonieten. Bepaalde dingen zijn twijfelachtig. Vooral vanuit de heer Souverein zouden er daar vraagtekens geplaatst moeten worden. U hoort LVV-minister Prahlad Soedien in gesprek met journalisten voor aanvang van de wekelijkse RVM. Ik denk dat uw foto op de voorpagina van het veelbesproken boek van de heer Gerard van den Berg. Mogen reactie van u, wat u toch vindt van dit boek en dat uw foto daar brengt allemaal? Wel, het is altijd leuk om je foto ergens te zien. Helaas hier niet. Omdat je gerelateerd wordt aan iets waarbij je het niet mee eens bent of niet eens een onderdeel van bent. U weet, we wonen hier in Suriname, waar we onze wetten hebben en waar wet en recht geldt. En wat er hier gebeurd is de afgelopen 2 jaren, of sedert mijn aantreden, u weet het gevecht tussen de heer Van den Berg en Kerpalanis, weet u, dat dit sedert de vorige regering, waar ik niks mee te maken had. Maar wat ik hier merk is dat er een soort rookgordijn wordt opgeworpen. En een beetje wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre richting het publiek. Waarbij er zwaar misbruik wordt gemaakt van LVV, laat me het even zo noemen. De kwestie waar het om gaat is, de kern van de zaak is, dat wij op LVV, en dat was toen 2 jaar geleden, hadden te maken met de vogelgriep. Zwaar in Nederland, waar de heer Van den Berg zijn broedeieren vandaan haalde. En LVV, het is niet de minister van LVV, maar LVV beschikt over een dienst, de veterinaire inspectie, welke onafhankelijk is, bij wet ingesteld. Het resorteert wel onder LVV, maar de minister kan daar geen invloed uitoefenen. De minister kan niet bepalen voor hun. Ook zoals bij het Viskunstinstituut, daar is het ook zo dat vissen worden gekeurd. Maar niemand kan mij komen vragen van minister, mijn vissen helpen dat goed gekeurd wordt. Daar gelden regels, internationale regels. Die mensen zijn als zodanig ook getraind daarvoor. Ze zijn helemaal autonoom, zo ook de veterinaire inspectie. De heer Van den Berg die broedeieren ging importeren, die deed het niet conform de regels. Hij heeft 1 keer, je weet, voordat je jouw eieren op de boot zet, moet je je vergunning al hebben aangevraagd. Dat heeft hij niet gedaan, 1 keer. Toen de eieren hier maar eenmaal waren, was hij vergunning gaan aanvragen. We hebben toen door de vingers gekeken. We hebben tenminste, de dienst heeft risico's genomen. Het is weer een 2e keer gebeurd. Weer een waarschuwing. Hij ging door 3e keer. Toen hebben we gezegd stop. We hebben die partij vernietigd. Hij kwam met een schadevergoeding en noem maar op. U kent die periode nog, heeft zelfs beslag te leggen op auto's van LVV. Dat allemaal te maken met de schade die hij zou hebben geleden. Een lading daarna hebben we weer afgekeurd en vernietigd. Je moet afleren. Hij heeft toen ons voor het gerecht gesleept. Waar de rechter ook mij had uitgenodigd om mij te verhoren. En ik heb precies zo dit verhaal verteld. De minister van LVV heeft er niks mee te maken. Als je een issue hebt, daar is de dienst, ga met hen praten. En zo'n veterinaire inspectie, die dienst, die worden begeleid en die krijgen de voorschriften van de OIE, is de Franse afkorting, voor de internationale veterinaire inspectie. Als er ergens een ziekte uitbreekt,
kreeg zij als eerste een bericht. Met de instructies, doe dit, doe dat, doe dat. Sluit je grenzen of whatever, wat het mocht zijn. Dat is hoe die lijnen lopen en hoe die zaken werken. Maar als je zo doorgaat, door mij elke keer erbij te betrekken, en dankzij de minister van LVV heb ik schade geleden, noem maar op. Dan is het niet correct. Dan zeg ik van, ga je huiswerk beter maken. Je hebt het op allerlei manieren geprobeerd. Ik werk conform wet en recht en de instructies die ik daarbij heb. Dus voor mij is het een afgedane case. Maar hij gaat natuurlijk door, want ik begrijp ook wel dat hij op dit moment waar hij hier Suriname gewend was... Een echt een lekker land om hier te wonen. Dat hij nu daar in de kou zit. En in Nederland is anders wonen dan hier. Ook al is hij daar geboren, maar je hebt wel beperkingen. Dus ik denk dat het de emoties zijn bij hem. Dat hij zo reageert. En ik heb met hand en tand onze wet en recht te respecteren en te verdedigen. Wat ik ook zal blijven doen. Dus dit als mijn reactie. Ja, en dan ook, minister, probeert hij dat de WNV-sector in Suriname zwaar gepolitiseerd is. Klopt dat? Hoe zou dat moeten zijn? Ik weet het niet. Nou, hij zegt dat in feite de minister zijn vrienden, een kleine groep beschermt, friends and family, die in die sector zitten. En iedereen de rest daar, die aan nu wat de Afrikaanse geboden. Ik weet waarop hij dat baseert. Een organisatie welke al lang bestaat, dat is de Surinamse Pluimvee Associatie. Daar werk ik mee. Omdat de andere boeren, ja, er zullen wel andere boeren zijn die geen lid zijn van die organisatie. Maar die hebben zich niet gebundeld. Er was een poos dat de kleinere pluimveehouders zich georganiseerd. Die voorsters helaas komen te ontvallen. En ik heb daarna niks meer gehoord. Van die organisatie, met wie ik in het begin ook een paar gesprekken iets gehad had. Dus maar meer is er niet. Dus je deelt met diegene die actief is. En het kan lijken dat het een kleine groep is. Maar het is wel de groep waarmee ik deel. Anders je gaat niet met individuele boeren dealen. Dus dat zal misschien zijn ervaring zijn geweest. Maar ik heb die groep ook ontvangen, samen met hem erbij, een paar keren bij mij op kantoor. En waarbij je ook het gevoel had van, heeft deze boeren gemobiliseerd in zijn eigen voordeel? Was mijn ervaring toen. Maar gaat u ook een stap ondernemen? Ja, er is al een aanklacht ingediend. Nee, dus nu is... ja, natuurlijk. Nee, ik bedoel, wat... naam en eer van u? Dat ook, maar dat ik onterecht met de haren erbij word gesleept. Terwijl ik er niks mee te maken heb. Dus geeft aan dat... wat in het boek staat, niet op waarheid dus. Nee. Heeft u dat boek zelfs al gelezen? Ik heb het gelezen, ja. En wat nu door de president is aangegeven, dat het boek uit de handel moet, wat vindt u zelf daarvan? Wel, dat moet u. Die vraag moet u aan hem stellen. Hij heeft natuurlijk zijn strategie. Wat bij mij omgaat is, het verhaal zoals het daar staat is niet waar en ik ben er niet rechtstreeks bij betrokken. En ik had hij deze vraag moeten stellen aan de mensen van de veterinaire inspectie. Maar je wordt met de haren erbij gesleept. Het is politiek. Hij is ook een goed bedreven erin. Maar laten we kijken. Mag iemand het hebben over de pluimveesector, minister? Hoe staat het nu met de pluimveesector in Suriname? Wel, kijk, er is één issue. Er waren meerdere issues voorheen. Eén had te maken met vogelgriep. Toen hebben wij het besluit genomen van luister, laten wij een lokaal 2 jaar geleden hadden. We gingen al voor 60% reeds voorzien in onze eigen behoeften, wat broedeieren betreft. Maar we wilden een beetje onafhankelijk worden. We wilden die lokale broederijen of de lokale bedrijven die broedeieren produceren verder stimuleren om te gaan richting 100%. En zelfvoorzienendheid, wat we ook bijna bereikt hebben. Dus dat is één geval. Twee is natuurlijk de prijzen van inputs. Zijn hoog, blijven nog hoog. Maar dat zijn de internationale ontwikkelingen. Ten derde, wat er speelt, is de BTW-kwestie.
waarover wij nu een diepgaand aan het discussiëren zijn met de minister van Financiën. Dat zijn de issues die natuurlijk hun kostprijs omhoog duwen. Maar ondertussen waren ze ook gedwongen hun prijzen aan te passen, wat ook gebeurd is. Dus er lijkt een beetje rust te zijn, maar er is niet, tenminste voor 100% sprake van rust. Laat me daarover dit zeggen. In 2022 is er een presentatie geweest van de heer Ruud Soeverein, die zegt dat hij de minoriteit hier vertegenwoordigt. En die vergadering is geweest op het ministerie van Bibbes, met mijn collega daar, waar de president en de vicepresident, een aantal ministers erbij waren. En het verhaal liet het volgende in. Eerst reclame over de minoriteit dat de hardwerkende agrariërs zijn, wat ook volgens mij ook waar is. Twee, hij zei van, eigenlijk hebben de minoriteiten niks nodig hier in Suriname. Ze gaan zorg dragen voor hun eigen land, die ze zouden kopen. Dus van de overheid hebben ze niks nodig, dan alleen maar dat ze willen weten of ze hier welkom zijn. Dat zal gebeuren. Waarop de president zei van oké, als jullie bijdrage willen leveren in de agrarische productie, welkom. Maar niet met 150 gezinnen waarmee ze eerst wilden komen, maar te beginnen met 50 gezinnen. Dat is toen afgesproken, zo is het schrijven ook gegaan van mijn collega van Bibbes naar hun toe. En als ze waren gekomen en in alle rust, zoals toen aangegeven door hun, met hun zaken waren begonnen, dan was er vandaag niks aan de hand. Wat er nu is gaan gebeuren, die meneer Soeverein, en ik noem het hier, zijn naam ook erbij, die is nu gronden gaan zoeken, aanvragen. Ik heb bij mij op een bureau liggen dat ik advies, hem van advies moet dienen voor 6 aanvragen. Zelfde naam van het bedrijf, maar diverse aanvragen in een gebied dichtbij Apura. En dan weet je al, dan kun je conclusies trekken van wat er gaande is. Allemaal terreinen net onder de 500 hectare. En dat is een heel verkavelingsplan. Al die percelen naast elkaar. Dan kun je maar één ding vermoeden. Dat die percelen bedoeld waren of om door te verkopen aan de minoriteiten, of door te verhuren aan de minoriteiten. En dat viel op. Dat was niet de bedoeling, was niet de afspraak. Dus toen hebben wij daar aan handen getrokken. Van, hey, luister, dit kan niet. Dit lijkt me niet pluis. En wat ik nu lees op voorpagina van Times gisteren. Dat hij aangeeft dat ze nog 3 maanden zullen wachten op de overheid. Anders gaan ze vertrekken. Waarom betrekken nu de overheid erbij? Wat heeft de overheid verder ermee te maken? Je sleept de overheid nu met de haren erbij om jouw doelen te bereiken. Snap je? Dus dat is het verhaal zoals het gegaan is. Maar nogmaals, waren ze begonnen. Ze waren al welkom geheten. Maar men wil nu een munt uitslaan. En nu in deze speciaal de voorzitter, tenminste de vertegenwoordiger van de minoriteiten hier. Helaas, ik vind het jammer voor hun. Maar je weet, als iets wordt getrokken door een verkeerd persoon, dan gaat altijd gedoemd zijn fout te lopen, wat hier ook gebeurd is. Maar ik blim de minoriteiten niet. Die meneer is gewoon te gierig geweest en heeft een paar trucjes willen uithalen. En dat is niet nieuw voor ons in Suriname. We hebben nog meer praktijken van die meneer en in het verleden meegemaakt. Heel erg jammer, maar dit is het verhaal. Zoals het kapot is. We hebben helemaal geen advies uitgebracht. We hebben helemaal geen advies uitgebracht, omdat dat was niet de afspraak. Maar wat verwachtte het ministerie? Want zonder grond zouden ze toch geen landbouw
Nee, ze hadden aangegeven, ze zouden grond kopen van derden. Minister, dus de overheid hoefde met niks in te kopen. Dus er lopen wat speculaties in de samenleving. Je hoort ook geluiden over straat, maar dan voor een moment is dat in die richting te gaan. Wel, je moet hem. Nou, zij die ervaring met hem hebben, die hebben het ook zo ervaren zoals je dat zegt. Ik ga het woord niet herhalen, maar is een moeilijk persoon om mee te dealen. Hij heeft ook in het verleden in het binnenland contracten gesloten met Indiaanse gemeenschappen. Voor leveren van ananas en noem maar op, dat nooit opgekocht is geworden. Boeren zijn er dupe van geworden. Overheid is er dupe van geworden. Banken zijn er dupe van geworden, van een aantal zaken. Het is geen zuiver volk. Minister, we laten in zijn, wat op begrip van de Rijksboeren, we laten in zijn van wat zou toch zorgen voor de nodige problemen, klopt dat? Laten in zijn zorgt altijd voor problemen. En door die zware droogte is het seizoen wat later begonnen. In plaats van 1 november op 10 november. En ik was afgelopen weekend in Ikeri. De meeste boeren hebben al gezaaid. Ik heb een vergadering gehad met Platform. Reis daar. En dit seizoen hebben we sowieso meer ingezaaid dan vorig seizoen. Vorig seizoen was 27.000 hectare. Als we nu alle staten zo optellen, dan hebben we de 30.000 hectare gehaald. Wat inzaai betreft. Maar je ziet inderdaad ook problemen met. Betekent dat je last gaat hebben van die bibietvlieg. Ik heb aanplanten gezien, die waren aangetast door die vlieg zelf. En waar boeren hebben maatregelen getroffen, je moet terrein droog leggen en nodige bespuitingen doen, dan herstelt dat zich. Ik heb ook aanplanten gezien welke zich herstellende waren. En we hebben ook besloten om de boeren tegemoet te komen met kunstmest. Morgen gaan we beginnen met om de eerste zakken, niet geen urea, maar NPK kunstmest, aan de kleine boeren te verstrekken. En om zo voor enige compensatie zorg te dragen. En die NPK, dat is gekocht door het ministerie? Het komt van het ministerie. Dus van het ministerie gaat het. Minister, er is een verbinding tussen Paramaribo en Bridgetown. En vanaf het begin al sprake dat er vanuit Suriname landbouwproducten vervoerd zullen worden via de lucht. Hoe loopt het daarmee? En wanneer mag Suriname cashen? Cashen. Kijk, inderdaad, we hebben die inaugurele vlucht gehad, op 20 december was het. We hebben 2 vluchten per week. En per vlucht kan SLM een 5 ton groente meenemen, producten meenemen. We zijn ons aan het mobiliseren voor een agrofest, welke volgende maand gehouden wordt, op 23, 24 en 25 februari. En bedrijven zijn daarover geïnformeerd. Zij die belangstelling hebben om mee te doen, die hebben zich al opgegeven, want de voorbereiding moet allemaal gepleegd worden. Want we willen weten hoeveel ruimte hebben we daar nodig. Moet je faciliteiten voor de mensen zelf. Overheid komt ook met een deel in van de kosten die daar gemaakt zullen worden. Een huur van tenten bijvoorbeeld, andere voorzieningen, verlichting, noem maar op. Het proces is gaande van de voorbereiding. Wat zijn de concrete afspraken met burgers daaromtrent? Om dit verhaal even af te ronden. Het lijkt makkelijk dat als burgers zeggen, oké, je mag exporteren, dat ze beginnen te exporteren. Nee. Er zijn bepaalde regels hieraan verbonden. De boeren die de producten zullen verbouwen, die moeten gecertificeerd zijn. Dat proces loopt nu, de trainingen zijn gaande, boeren hebben zich opgegeven, exporteurs hebben zich opgegeven, dat proces loopt. Voor 12 producten hebben wij een toestemming en we zijn nu bezig te kijken van hoe wij dit lijstje langer kunnen maken. De verwachtingen van Barbados, Barbados, dat is uw vraag toch? Barbados wil voedsel hebben. Zelf hebben ze geen grond en ook geen water ervoor. En zij kijken uit naar binnen CARICOM, naar voornamelijk Suriname en Guyana. En wij zijn er en wij pakken zaken professioneel aan, zoals het hoort.
Het heeft iets langer dan een jaar geduurd voordat wij toestemming hadden om die producten te exporteren. Heel wat onderzoeken moesten plaatsvinden. Wat we noemen pest risk assessment. Dat er geen ziekteplagen van hier daar naartoe gaan. Al die zaken moeten goed voorbereid zijn, anders hebben ze een probleem daar. Dus nu, tijdens zo'n Agrofest, hoop ik dat onze jongens daar een opdracht erbinnen halen. Ze zijn al begonnen, laat me het zo zeggen. Maar dit helpt mee. Zo'n Agrofest helpt mee, ook dat de consumenten bekend raken met onze producten. Niet alles wat wij verbouwen kennen zij. Maar ze kennen meer de Europese, Amerikaanse producten. Maar we gaan onze andere producten die we hier gewend zijn en waarvan we denken dat het een succes wordt, gaan we promoten. Voor fruit is het zeker, Marcusa en dragonfruit. We zijn dat bezig nu zo hard te promoten. En Marcusa kan ook vers, daar behoorlijk wat afgezet worden. En de wortel- en knolgewassen, we praten over zoete patat, we praten over gember. Er is ook erg gewild daar. En zo ook nog een paar andere producten waar ik even niet zo snel op die namen kan komen. Maar we hebben al een werkbare lijst waarmee we van start gaan. Ja. Behalve een roetsoeperij van Terras Invest, zijn er ook andere ondernemers die grote landbouwgronden hebben aangevraagd. Zijn die ook aangevraagd geweest? Kijk, LVV brengt alleen maar adviezen uit over het landbouwkundig deel. Als er een aanvraag binnenkomt, waarvan we denken van nee, dit lijkt me een goede zaak. LVV beoordeelt de ondernemer, want ze moeten een ondernemersplan indienen. Je kijkt naar de ondernemer zelf, zijn capaciteiten. Kan hij het zelf financieren of niet? Is er niet iemand die speculeert? Dat is het belangrijkste. Dus wij zeggen uiteindelijk in ons advies, geschikt of ongeschikt voor landbouw. Maar als het geschikt is, zeggen wij, mits het tot vrij domein behoort. Het is uiteindelijk natuurlijk mijn collega van GBB die een oordeel overvelt, nadat mijn collega alle adviezen heeft binnengehaald